voor de basisscholen, de Werf, die zijn op zoek naar sponsoring van drukwerk. Ik heb een partij gevonden die voor ons een gedeelte van het drukwerk wil bekostigen. En dat is hartstikke mooi, want dan kan dat geld wat we besparen, kan dan het onderwijs in. Dus daar zijn we super blij mee. Het gaat super. Ja. Datavernietiging en schoonmaken van een digitaal van een laptop. Daar zijn heel veel deals al gesloten. Het zijn op zich allemaal hele leuke deals. En ik verwacht er wel wat van. We hebben een match gemaakt tussen Vivium Zorggroep en Danner en Danner. Het is heel erg prettig dat je op informele wijze zo naast elkaar zit. Van tevoren al hebt aangegeven wat je ongeveer wil. Ja, wij zijn er blij mee. We hebben altijd stagiaires handig in de zorg. Het wordt altijd wat krapper. En wat meer aandacht voor onze bewoners is altijd belangrijk. Ja, zometeen gaat het heel druk worden. Dan komen alle matches binnen. En dan gaan we ze in de mapjes van de bedrijven stoppen, van de maatschappelijke organisaties. En voor onszelf, voor de vrijwilligerscentrale. We hebben een deal gesloten dat we voor ons Parkinsoncafé de laptop krijgen. We hebben een match met de stichting Dementie. En die gaat AMS meehelpen om de marketing en de PR te verzorgen voor het komende jaar. Nou, ik ben al heel wat kwijt hoor. Nou, ik heb al 3 matches. Nou ja, joh. Ik hoef alleen maar wat te geven. Ik krijg niks terug. We willen ze allemaal speculaas van je. Speculaas en gebak. Ja, we hebben een deal. Als Kiwanis Huizen lid mag ik haar de stichting aanbieden een uitje met wat bewoners. Hè? Ja. Wij zijn op zoek naar iets dat echt alle 12 bewoners mee kunnen. Dus ja, ontzettend leuk dat we een match kunnen maken en dat we iets leuks kunnen bedenken om te gaan doen. Heb je een deal? Ik heb een deal. En wat dan? Ik heb een deal nu dat ik maak. Dat is voornamelijk voor het beschikbaar stellen voor de Nationale Spelothekendag in februari 2015. Maartje en ik zeggen net tegen elkaar dat het verrassend snel gaat vanavond. Het is net alsof je, ja, of je goed merkt dat mensen al heel erg bekend zijn met het diner en de mores kennen. Dat gevoel heb ik een beetje. Jij? Ze hebben ook nog beter nagedacht over wat ze willen. Maar je merkt, het is zoveel herrie, het is zoveel geanimeerd gepraat. En dan heb je het, Regina, zal ik wel, zal ik niet? Of verstoor je dan de sfeer? Maar het is, als je, nou ja, kijk om je heen, het is buitengewoon gezellig. En ja, er gebeurt. Het zindert, ja. Nee, het gaat goed. Dick hier van de voedselbank, die heeft een laptop nodig, zo heb ik begrepen, voor presentaties, als ik het goed heb. En ik heb een organisatie adviesbureau samen met een aantal partners. En we hebben nog een aantal laptops waarschijnlijk liggen, maar daar ga ik dus kijken. Die wij ter beschikking kunnen stellen. We zijn inmiddels halve. Hoe gaat het? Heel goed. Ja, er kunnen nog altijd bij, maar we zijn al op 45. De mensen die aan tafel zaten hadden zich al voorbereid en die dachten ik moet die hebben, ik moet die hebben. En ja, het was heel snel duidelijk van wat is de vraag. En dan zei de ander, oh nee, dat kan ik wel leveren. Dus we waren heel snel klaar. En toen iedereen had wat hij wilde, toen zijn ze nog een beetje gaan rondlopen. Van misschien kunnen we nog wel meer eruit halen. Heel veel enthousiaste mensen proberen zo gek mogelijk te doen met die lijst. Dan haal je de eentonigheid eruit. Zij gaat ons helpen bij Stichting Vier het Leven. Gaat zij helpen met het maken en ontwikkelen van een tijdschrift. Ik ben een gelukkig mens. Ik heb vanavond voor de 3e keer een match. En ik vind het zo fantastisch dat dit wordt georganiseerd en dat ik een bijdrage kan leveren.